dacht ik, kom even een grande entree, maar nee, dat was niet zo. Hey mensen, what's up people? Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Calvijn, a.k.a. de man die nog steeds dabt in 2017, wat eigenlijk niet meer mag. Dus hier bij deze de allerlaatste dab die ik ooit doe. Nog eentje. Oké, klaar. Mensen, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Calvijn en ik zit hier weer met een paprika. Ik ga vandaag voor... Wow, ik stort even in, ik ben echt moe. Wow, ik zie nu pas hoe blank ik eigenlijk ben. Als ik deze trui aan heb en deze pet. Mickey Mouse trouwens. Disney betaalt mij niet om dit te doen, maar het is denk ik een van de hardste petten die ik ooit heb gehad. Mensen, er is iets gebeurd in mijn leven. Ja, zeker weten. Namelijk, ik sta in de quote. Ik liep de scheet, sorry. Maar inderdaad, ik sta in de quote. Niet alleen, ik sta daar samen met Peter. Omdat we afgelopen paar weken geleden werden benaderd van... Hey, willen jullie een interviewtje doen? Zeiden we, ja, is goed, joh. Het grappige is, en daar wil ik vandaag even over praten. Namelijk, dat is raar. Het is raar. Als ik nu zeg maar tegen mensen zeg van... Hey, hi, ik ben Calvijn, ik sta in de quote. Dan denken ze, oké, dus je bent miljonair? Of hoe moet ik dat zien? Hoe werkt dat? Ben je nou miljonair? Of ben je multimiljonair? Of ben je miljardair? Nee, maar langer na niet. Het enige wat ik gewoon goed kan is paprika's eten voor een camera. That's it. Nou, meer kan ik niet. En dan wil ik voor eens of altijd uit de wereld helpen. Als je in de quote staat, betekent het niet dat je in de lijst staat, quote 500. Dus zeg maar in de lijst staat van mensen die allemaal tering loaded zijn. Die alleen maar geld hebben. Oké, dat is niet waar. Daar wou ik het vandaag over hebben. Kijk, het was gewoon een interview. Ze wilden gewoon een inspirerend interview met jonge ondernemers die bezig zijn om de wereld een beetje te veranderen en zo. En Peter en ik proberen dat een beetje. Dus dat gaat ons ook redelijk goed af. En daar wou hij ons een beetje over praten. Kom je natuurlijk bij de categorie geld. Want ja, dat is eigenlijk een beetje waar de quote om draait. Maar de quote is eigenlijk een soort van blad waar allemaal rijke mensen in staan. That's it. Het is zo van, oh, de quote. Oh ja, kijk, oh wow, John de Mol staat weer op nummer 1. Wow, wow, wow. Dat is ook een shit. Nou ja, die man wou ons interviewen en ik dacht, oké, is allemaal prima. Dan staan we in dat blad waar allemaal rijke mensen staan. Dus dan denken allemaal grote mensen weer van, oh, Calvijn, Peter, joh, die zijn lekker bezig. Dus daar moeten we misschien wel eens een keer mee werken. Zo werkt het een beetje. Om er lekker over te praten, over wat we aan het doen zijn, hoe goed het gaat en hoe slecht het gaat. En waar we fouten maken en waar het goed gaat. En hoeveel kwam er een heel klein beetje over geld en shit. Maar goed, dat is allemaal niet het belangrijkste. Maar ik wil gewoon even uit de wereld helpen. Wij staan in een quote. Fucking leuk met een fucking interview. Ik vind het gewoon kut als mensen denken: Calvijn en Peter, jongens, zijn succesvol, fucking loaded. Allemaal shit, allemaal. Dat is niet waar. We struggelen nog best wel, moeten hard werken. Elke dag deze video's maken. Als ik al helemaal zo loaded was, dan zat ik hier nu niet met mijn paprika. Dan had ik gewoon waarschijnlijk een huis in fucking. Nee, wel in Amsterdam. Eigenlijk was ik dan hier. Oké, wat een kutval. Mocht je nou willen lezen het interview of zoiets, het komt volgens mij pas later uit, maar ik weet nog niet precies wanneer. Maar dit inspireerde me wel om een Q&A te doen over succes. Dat het natuurlijk wel een beetje binnen een bepaalde categorie is. En je hebt mensen aan de ene kant die niet heel erg op succes zitten. Dus die denken, weet je wat, als ik gewoon elke dag maar gewoon lekker de paardenstal kan schoonmaken, vind ik het allemaal best. En dat is prima. Weet je wel, mensen die gewoon denken, zolang ik maar gewoon kan doen wat ik wil, ben ik blij. En of dat nou, in alle gevallen is het zo van, succes maakt me niet zo uit, zolang ik maar kan doen wat ik wil. En dat is fucking mooi. Maar je hebt ook een categorie mensen die wel heel erg op succes en op presteren zitten. Dus zo van, als ik iets doe, wil ik het goed doen en dan wil ik de beste zijn en dan wil ik gewoon dat het perfect is en dan wil ik dat andere mensen zeggen, yo, goed gedaan en shit. En afgelopen jaren ben ik er wel achter gekomen dat ik ongeveer in die categorie thuis hoor. Namelijk, als ik iets doe, wil ik gewoon dat het goed is en dat het succesvol is, dat mensen er iets aan hebben, zeg maar. Ik wil gewoon presteren, ik wil gewoon aan mensen kunnen laten zien, kijk, dit heb ik gedaan en hier ben ik trots op en that's it. En het heeft zoveel opgeleverd en dit zijn, dat zijn allemaal bij komen kijken en shit en werkt het allemaal. En het is wel eens tijd om daar denk ik voor uit te komen en daar ook met jullie over te praten. Namelijk, is het erg als jij de beste wil zijn van de klas? Is het erg als jij gewoon, als je veel geld wil verdienen later? Dat je gewoon vrolijk bent en shit. En ja, allemaal vage shit. Jezus, ik moet echt niet zo filosofisch doen, man. Wat doe je als het je allemaal tegen zit? Dan sluit ik mezelf op. En dan ben ik echt een soort van introvert, gewoon to the max. Dan ben ik gewoon opgesloten. Ben ik gewoon klaar. Ben ik stil. Dan sluit ik mezelf op, of in mijn slaapkamer of ergens anders of zo. Dan ga ik gewoon zitten en dan maak ik een plan. Dan moet ik het eerst realiseren van, oké, wat de fuck is allemaal gebeurd? Waar. En ik heb denk ik over de afgelopen jaren dat wel een paar keer gehad. Waarop ik dan in mijn slaapkamer was of zo. En dan dacht, hoe de fuck komen we hier nou weer uit? En dan echt dacht van, kut. Aan het eind van de streep, zeg maar, komt het er altijd wel weer goed. Dat is sowieso iets wat je in je achterhoofd moet houden. En wat ook belangrijk is, is dat je niet te veel nadenkt. Tenminste, dat werkt voor mij, hè. Ik kan heel lang nadenken over iets wat fout is gegaan, of wat kut is gegaan, of wat niet mee zit. Alleen, hetgeen wat je beter gewoon kan doen, is opstaan en gewoon weer shit gaan doen, zodat je het oplost. Snap je wat ik bedoel? Maar dan praat ik wel een beetje stoer, maar dat is echt niet altijd zo. Dat is gewoon eens in de zoveel tijd heb ik dat, en dan denk ik, oké, ik moet nu even aanpoten. De dag daarna gewoon weer, let's go. Nieuwe dag, geen probleem. Klinkt heel makkelijk, maar het is wel moeilijk. Hoe hou je motivatie om door te gaan nadat je faalt? Dat valt dus ongeveer binnen dezelfde categorie. Namelijk, als ik faal, en dat gebeurt fucking vaak, misschien wel elke dag. Ik denk dat ik 4 jaar geleden was het heel erg zo van, kut, ik heb gefaald, ben een mislukkeling en ik kan gewoon niet. Falen kun je niet vermijden. Iedereen faalt, altijd, in shit. En ik snap wel heel
heel erg wat je bedoelt. De motivatie opbrengen om dan toch door te gaan is lastig. Je zit al in een soort van put en dan denk je, godverdomme. Maar het beste wat je kan doen, dat klinkt heel simpel en het is fucking moeilijk. Maar het beste wat je kan doen is gewoon aan de slag. Dus ik heb wel eens avonden gehad of ochtenden dat ik wakker word en dat ik terugdenk aan wat de dag daarvoor is gebeurd. Dan lig ik echt kut in bed. Tot het moment waarop ik zeg maar de deur uitstap om iets te gaan doen of om naar kantoor te gaan of te gaan filmen. Tot dat moment voel ik me kut. En dan ben ik aan het werk, ga ik weer allemaal shit doen. En dan is mijn hoofd niet eens meer bij gisteren. Dan ben ik gewoon bezig met nu. Dus het beste wat je kan doen is gewoon vooruitkijken. Dat als iets kuts is gebeurd, is fucked up. Je moet daarvan leren, maar je moet wel gewoon vooruit blijven kijken. Gewoon zo. Want iedereen faalt. Zou je blijven strijden voor iets als je heel vaak faalt? Nee, denk het niet. Kijk, als ik eens een keer faal, prima. En de tweede keer ook. En de tiende keer misschien ook nog wel. Maar als ik echt heel vaak, dus elke keer gaat het gewoon fout, dan moet je denk ik ook gewoon realistisch naar jezelf kunnen zijn en zeggen, weet je wat, dit is niet iets wat voor mij bedoeld is. Snap je? Als ik elke keer maar weer probeer om wakker te worden als vrouw, maar het lukt me nooit, dan moet je ook gewoon realistisch zijn en denken, oké, het gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nou is het niet zo dat je nou 100 keer moet opgeven, alleen het is misschien verstandig om je dan ergens anders op te focussen, waar je misschien wel goed in bent. Hoe leg ik het goed uit? Het is niet de bedoeling dat je opgeeft als iets vaak fout gaat, dan moet je juist doorgaan, alleen op een gegeven moment, denk ik wel een punt zijn waarop je beseft, oké, ik ben al 38 jaar bezig hiermee en er zit gewoon geen vooruitgang in, dan moet je kappen. Als er wel vooruitgang in zit, elke keer word je iets beter, elke keer maak je iets minder grote fout, dan moet je gewoon lekker doorgaan. Zijn er momenten geweest dat je spijt had van het feit dat je nu fulltime filmmaker bent? Never! Nooit! Never, motherfucking never! Ik heb natuurlijk 3 jaar geleden besloten, en Peter ook, om gewoon zeg maar geen vervolgopleiding te doen, om gewoon zeg maar 100% op YouTube te gaan focussen, 100% op filmmaker te gaan focussen. En ik heb er nog nooit spijt van gehad. Nog nooit spijt gehad. En ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Want ik denk dat als je gewoon, als je ervoor kiest om te doen wat je echt het allerliefste doet, dan zul je er nooit echt spijt van krijgen. Hoeveel verdien je, Vera Camilla? 12,5 euro per uur. En ik werk 1 uur per week. Dus ik verdien 50 euro per maand. Nee, Vera, ik weet dat je grapjes aan het maken bent, oké? Okay? Fuck niet met mij. Je bent grapjes aan het maken. Ik vraag ook niet aan jou hoeveel geld je verdient, oké? Okay? Ik vraag ook niet aan andere mensen hoeveel geld ze verdienen. Dat doet supergaande, oké? Okay? Ik ben supergaande niet. Vera, hallo. Maakt geld gelukkig. Wow! Dat is denk ik een van de allermoeilijkste vragen die je iemand kan stellen. Het antwoord van iemand die arm is, zal extreem veel anders zijn dan het antwoord van iemand die rijk is. Ik ben wel vaak degene die zegt dat geld niet gelukkig maakt. Oké, it's out there. Geld maakt niet gelukkig. Wat het wel doet, het maakt wel gelukkig. Hoe doe ik dit? Als je geen geld hebt, ben je minder gelukkig. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Geld maakt vooral een soort van prettig en comfortabel voor mijn gevoel. Als je geen financiële zorgen hebt, dan kun je gewoon heel chill leven. Dan kun je gewoon... Alleen ik denk niet dat je met elke euro die je meer verdient, dat je dan ook per se een fractie gelukkiger wordt. Als je 100 euro per maand verdient, is niet heel veel. Dan in één keer 1000 euro per maand verdient, dan wordt allemaal veel makkelijker. Als je dan in één keer 10.000 euro per maand verdient, is het echt zo van, oké, dan word je echt wel gelukkiger. Absoluut. Maar als je van 100.000 euro naar 1 miljoen per maand gaat, dan denk ik niet dat je per se 10 keer zo gelukkig bent. Want je hebt al fucking veel geld. Wat wel zo is, is als je gewoon veel geld hebt, ga je ook je geld veel anders besteden. Wat moet je doen als kinderen je uitlachen omdat je een YouTube kanaal hebt? Gewoon negeren of stoppen? Dan loop je naar de kinderen toe en dan zeg je, luister, ga naar Calvijns kanaal, kijk naar deze video, skip dan naar het moment van nu. Daar zegt hij tegen jou, ja, dat moet je even doen. Fuck jullie! Dat is een beetje hoe ik het zou doen. Als je geen YouTube deed, wat zou je baan dan zijn? Fulltime carnavalsprins, jongen. Ja, sowieso, hé. Kei vet, jongen. Ik heb letterlijk geen idee. Beest in bed. Dat zou mijn beroep zijn. Arm en lelijk of rijk en knap? Fuck, is dit nou weer voor vraag? Dit is de meest makkelijke vraag ooit. Of je bent arm en lelijk, of je bent rijk en knap. Oh, wat moeilijk zeg dit, hé. Ik denk dat je de vraag verkeerd hebt gesteld. Liever 1 miljoen paprika's of 500.000 euro. Ik moet natuurlijk niet te hard praten, want anders wordt de paprika mij. En dan wordt hij boos en shit en dat kan natuurlijk niet. Dan worden ze helemaal ontevreden, gaan we huilen. Oh nee, 1 miljoen zelfs. Nee joh, dat gaat je nooit lukken. Allemaal gezeik. Geef mij maar gewoon 500.000 euro. Oprotten. Oprotten! Hoe voelt het nu eigenlijk om altijd te falen? Deze vraag is meedogenloos. Wat is dit nou weer? Dat kan toch niet? Ben je me nou aan het dissen? Heet je wel echt Kelvin? Ja. Wat vond je omgeving, vrienden en familie ervan, dat je in plaats van studeren naar Amsterdam ging om film te maken? Dus we verklaarden ons zeg maar een beetje allemaal voor gek. Dat was het ding. Dus iedereen dacht, waarom? Waarom doe je dit? Het was gewoon een selectieve groep mensen die dachten, oké, tof, weet je, go ahead, doe lekker je ding. Kijk, het was gewoon een beetje kut, want ik had toen ook al iets met Nina en Nina dacht van, oké, hoezo gaat mijn vriendje, waar ik nu 2 jaar lang gelukkig mee ben, mij verlaten? Zo van, waarom doe je dit? Maar ja, blijkbaar was ze sterk genoeg en ik ook om de boel allemaal netjes te houden, dus dat is fijn, dat is lekker. Maar pa had zoiets van, yo Kelvin, wat je wil doen, doe het maar gewoon. Als ze op je bek gaat, eigen schuld. Als je succes boekt, eigen schuld. Ja, en mijn moeder, die wist niet zo goed wat er over kwam. Mijn moeder had echt zoiets van, hè? Waarom? Maar moeder praat niet zo. Die snapt het niet helemaal. Maar toen later snapte ze het wel en shit, dus ja. Hoe houden jullie bij Cinemates privé en werk gescheiden? Jullie hebben veel goede vrienden in dienst, maar maakt dat het niet lastig? Dat is wel redelijk pittig, ja. Ik heb letterlijk, maar ik heb gewoon bijna geen echte mattie waar ik niet mee werk. Het is fucked up. Maar mijn beste matties Peter, Jart en Quinten, wij werken gewoon allemaal samen. Dus het is aan de ene kant fucking leuk, want dan zien we elkaar vaak en dan chillen we en dat is altijd ouwe.
hoeren en zo. Maar tegelijkertijd is het ook wel een beetje kut. Ja, hoe zit het? Ik haal alleen maar mensen naar binnen het bedrijf, die zeg maar, waarvan ik weet dat ze het aankunnen. Dus dat ik tegen Jart zeg, Jart luister, fucking kut was dit. Als mens zijn dan vind ik je gewoon een lieve jongen, maar dit heb je echt fucking slecht gedaan. En dan weten we gewoon dat het zakelijk en privé is. Alleen het ding is wel een beetje, dat als je te vaak bij elkaar bent, dat het niet helemaal goed is. Want dan moet je oppassen dat je het niet alleen maar over werk gaat hebben. En dat is een beetje lastig, zeg maar. We zijn wel denk ik selectief geweest in de mensen waarvan we weten, oké, die kunnen het wel handelen en die niet. Hoe word je succesvol? Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Heel veel drugs gebruiken en heel veel bitches neuken. Nee, dat is niet waar. Niet waar, oké? Sorry, dat was een grap. Hoe word je succesvol? Ja, jongen, kan het niet uitleggen. Ik weet het zelf ook niet eens. Ik weet het oprecht niet eens. Er zijn wel een aantal dingen die je sowieso moet doen, namelijk tering hard werken. Het is gewoon, het gaat gewoon voor alles. That's it. En je bent gewoon echt 100% dit. Geen gezeik, geen gedoe. Aanpakken, shit fixen, go. Niet te traag, niet te langzaam, niet te zweverig. Van gewoon bam. En heel streng naar jezelf zijn, dus heel kritisch naar jezelf en naar andere mensen zijn. Maar tegelijkertijd ook gewoon, I don't know man. Het is ook weer van verschillende toepassing. Kijk, als je een succesvolle voetballer wil zijn, weet ik veel, moet je waarschijnlijk veel trainen en een motivatie hebben en blablabla. Maar als je dan weer YouTube wil zijn, is het weer anders. Dat maakt er niet zoveel uit allemaal. Snap je wat ik bedoel? Dus weet ik veel. Er zijn gewoon een aantal dingen die wel gewoon belangrijk zijn. Namelijk dat je hard werkt, dat je een beetje scheid hebt aan alle mensen om je heen. En dat je heel erg kritisch naar jezelf kijkt. Van oké, wat ben ik aan het doen? Is het goed? Is het slecht? Nee, het is allemaal bullshit. Sorry dat ik geen antwoord kan geven op die vraag. Oké, het spijt me. Abonneer op mijn kanaal, dames en heren. Wil je nou mij ontmoeten? Of Peter, of Jart, of andere mensen? Dat kan als je naar Feed.nl gaat. En daar ook kaartjes kopen voor het Feed Festival. Jazeker, super leuk. Daar kun je ons ontmoeten. Je kan ook kaartjes kopen voor de Feed Awards. Dat is de awardshow waarin waarin de grootste Nederlandse YouTube-prijzen worden uitgereikt. En er zijn allemaal YouTubers genomineerd. Die zijn allemaal aanwezig. Allemaal optredens van toffe mensen. En een afterparty van StukTV. Dus dat is super leuk. Ga naar Feed.nl om dat te doen. En ik heb nog iets. Namelijk, ik ben een aantal weken lang te zien op het YouTube-kanaal van KiesTV. En dat is een kanaal waarin ik met studenten op zoek ga om te kijken van wat ze nou moeten kiezen als studie. En dat doe ik op een leuke manier. Het gaat een beetje zoals dit. It's way to get cooking, people. Oh, sorry. Hey, koken gaat maar om twee dingen. Passie en innovatie. Snap je? Jarno heeft de passie en ik heb de innovatie. Daarom ga ik vandaag M&M's over garnalen heen gooien. Dus lijkt je dat nou leuke video's, dan kun je abonneren op het kanaal van KiesTV. De eerste link in de beschrijving. En hier ook, kijk, KiesTV. Wow, hey, leuk. Oei. Abonneer ook, en voor mij. Zou leuk zijn.